Ik heb één keer gesproken met de heer Santokki van over 8 in de avond tot zeker 5:30 in de ochtend, waarbij we natuurlijk even in de geschiedenis hebben gekeken, er was veel te bespreken. Ook tot zijn eer moet ik aangeven dat hij met geen woord gerept heeft over enige vorm van samenwerking. Dat was niet de aard van de bespreking die we zouden hebben. Het ging meer om een soepele afhandeling van zaken. En voornamelijk de regering de ondersteuning te geven waar nodig, waardoor we zonder al te veel ruis, zonder al te veel turbulentie, de nieuwe regering haar werk zou kunnen doen voor het volk. Dus je kunt zich voorstellen dat mij gestoord heeft dat juist een van de onderwerpen waarover we spraken, toen de heer Santokki met zijn vrienden uit Holland belde, of zij belde naar hem, dat een dergelijk interview werd afgelegd. De mensen moeten weten, en de mensen kennen me, ik ben een gewoon mens. Ik ga nooit confrontatie opzoeken. Maar geloof me, ik schuw geen enkele confrontatie. Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat. En dan moeten zij aan het werk. Kijk, wanneer je tot inzicht bent, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokki is een wijze man. Ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen een gewone man te worden. En daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat hij en zij die volgen precies begrijpen wat ik bedoel. Omdat niemand heeft er enig baat bij dat we hier weer turbulente situaties krijgen en dat we hier weer rommel krijgen in het land. Zaken die te maken hebben met uitlevering, dat wordt ook beheerst door internationale verdragen en nationale wetgeving. Maar ook hier geldt namelijk dat het een activiteit is dat toebehoort aan de rechterlijke macht. We hebben wetten. En wetten zijn duidelijk in Suriname. Surinamers worden niet uitgeleverd. En als er verzoeken hier gaan komen, wordt het getoetst. En dat zal het antwoord zijn, namelijk dat Surinamers niet uitgeleverd gaan worden. Het zijn allemaal vraagstukken die spelen, namelijk misschien in buitenlandse media. Maar bij ons gaat er op dit moment als prioriteit gelden het land uit de financieel-economische crisis te halen. Laten we samen verder aan de opbouw van dit land werken. Wij willen daaraan meewerken. Maar de gespierde taal en denken confrontatie met mij, geloof me, Santokki gaat niet kunnen houden. Dus ik hoop dat hij daadwerkelijk zegt dat mensen hem verkeerd hebben geïnterpreteerd. Maar ik heb de bandjes over en weer beluisterd en het was niet mis. Het was in schril contrast met wat wij uren en uren en uren hebben besproken. Maar datgene wat daar gezegd werd, namelijk dat we bereid zouden zijn om uit te leveren, is een leugen. En gelukkig hebben ze dat gecorrigeerd vandaag. Want we hebben hun aangemaand om het te corrigeren. En gelukkig zien we dat ze die correctie gepleegd hebben. En ze hebben de audio inmiddels ook al vrijgegeven, dat kunt u zelf beluisteren, dat dat nimmer is gezegd.
Dan is er natuurlijk ook nog een celstraf die hij te goed heeft in Nederland wegens cocaïnesmokkel. Zou het kunnen zijn dat hij die ook nog een keer gaat uitzitten? Op dat stuk zou ik inderdaad geen informatie geven of er inderdaad in het verleden ook rechtshulp verzoeken zijn geweest. Voor zover mij bekend, ook op basis van vorige functies, kan ik me niet heugen dat het gebeurd is. En aan de andere kant is het een primaire aangelegenheid van Nederland op basis van internationale bepalingen na te gaan hoe met dat vonnis om te gaan. Ik kan me voorstellen dat er geen rechtshulpverzoeken zijn geweest, want die zouden dan aan Boutersen zelf gericht moeten worden. Straks bent u president. Zou u bereid zijn om Desi Boutersen in Nederland zijn straf te laten ondergaan? Dus hem in feite uit te leveren? Ja, in feite als we een rechtshulpverzoek gaan krijgen, dan zijn er wettelijke regelingen die een bepaling die duidelijk aangeven hoe met rechtshulpverzoeken om te gaan. En we zullen dat voorleggen aan de procureur-generaal. Dat is het systeem zoals dat werkt in Suriname. Dus wat u betreft moet Desi Boutersen zijn straf in Nederland uitzitten? Begrijp ik dat goed? We kijken uit naar het rechtshulpverzoek. We kijken uit naar wat ook het advies zal zijn van de procureur-generaal. Nogmaals, het zijn zaken die zich voltrekken binnen het rechtssysteem. Natuurlijk zijn er interstatelijke handelingen die ook verricht moeten worden tussen twee staten. Mm-hmm. Maar nogmaals, als het rechtshulpverzoek komt, zullen we ons houden aan de wettelijke bepaling en dat doorgeleid aan de procureur-generaal. En we kijken uit wat het advies van de procureur-generaal gaat zijn.